Goedemorgen allemaal. Het is vandaag 2 december en welkom bij vlogmas nummer 2. Het is nu 10 na 11 en ik heb nog steeds mijn pyjama aan en ik ben nog niet eigenlijk echt klaargemaakt voor de dag. Ik ben om iets voor 10 opgestaan, heb gegeten, heb nog verder de vlog bewerkt voor deze middag, alleen voor om 4 uur. En nu ga ik dringend mijn kleren aandoen en beginnen met studeren, want ik heb natuurlijk dinsdag mijn EHBO-examen. Misschien had ik het al verteld, of misschien ook niet, maar ik denk het niet. Maar normaal, kijk hè, daar is mijn raam en normaal staat mijn bureau zo daar. Maar een tijd geleden in de rustvakantie is Marie blijven slapen en dan slapen wij daar met 2 matrassen naast 1 op de grond. En dan schuif ik die bureau naar daar. En ik heb die sindsdien niet meer verzet. Want dat was dus even, zeg maar, afwisseling van hoe dat ik studeerde. Maar nu ben ik daar echt terug kotsmoe. Dus ik ga even mijn bureau terugzetten zoals vroeger. En misschien komt dan de concentratie om EHBO te leren ook ineens terug. Vandaag wordt het weer, zeg maar, vandaag wordt het echt een studeerdag. En ik denk dat ik snap ondertussen waarom dat ik nooit gemotivatie meer had. Vorig jaar tijdens de examens gebruikte ik altijd deze 2 schatjes. Deze 2 boekjes. En hier schreef ik dan op wat ik allemaal moest doen. En dan hier schreef ik op hoe ik het ging aanpakken. Bijvoorbeeld eerst, ik zeg nu maar iets, pagina 1 tot 10 en pagina 10 tot 15 en dan een pauze. En dat heb ik eigenlijk dit jaar nog nooit gedaan. En dat geeft mij wel altijd, denk ik, de motivatie. Want dan kon je dat zo afstrepen en wegvinken en dan was dat zo gedaan. En dan had je echt een goed overzichtje en zo'n streefdoel. Dus ik ga dat nu ook eventjes opschrijven. En daarna ga ik beginnen met studeren. En ik ga eerst de casustheorie doen. Dan ga ik het reanimeren doen. En dan het zwachtel. Dan de zwachteltheorie en dan de reanimatietheorie. Dus dit is alles. En ja, het is best wel veel. Maar er zijn dus inderdaad al veel dingen die ik zo zeg maar weet ongeveer. Maar ja, ik moet wel echt wel blokken. En ik heb nu allemaal post-itjes geplakt. Ik had er gisteren wel al geplakt. Er valt iets. Dit zijn zeg maar alle post-itjes. Daar staan oftewel pagina's op, oftewel heel hoofdstuk. En dan moet ik dat allemaal leren. Dus dat is al. Tot hier en met hier is alles uit het boek dat we kennen. Maar ja, dat komt helemaal goed, dus ik ga er nu gewoon snel in vliegen. Hoe leuk zijn deze Marathonradio markersiften? Want Marathonradio is hier toen geweest, Sander Gilles is hier geweest en toen hebben we er keiveel gekregen. En nu gebruik ik die altijd als ik een examen moet leren.
ondertussen, heel exact te zijn, 16:53 en we zijn een beetje raar belicht. En ja, de vlog trouwens staat nu een 53 minuten dus online. En hij heeft wel al redelijk wat weergave, vind ik. Ik ga eens even kijken hoeveel exact. 302, dus dat is al super goed al. Vind ik toch, alleen voor mij persoonlijk. ja. En oh, ik moet echt leren, ik ga eens dat klepje zo doen. Dan. Ik kijk altijd naar dat klepje, naar mezelf. Ik ga nu nog voortstuderen, maar ik heb dus even een vraag voor jullie, want nu hebben jullie gisteren al een vlog gezien. Vinden jullie dat oké, hoe ik zo vlog? Voor school, of vinden jullie te veel school, of te weinig school, of net goed? Laat dat zeker eventjes achter in de comments, zou ik heel erg leuk vinden. En dan, Sarah's, als mijn mama zegt dat het daar tijd voor is, ga ik frietjes halen, want we gaan frietjes eten. En het is ondertussen ook al aardig donker buiten. Het lijkt lichter nog dan het eigenlijk is. Maar goed, maakt niet echt uit. Het is gewoon wel donker buiten. En ik ga nu voortdoen. Harry, wat heb je gedaan? Ik was aan het leren fietsen. Ik was aan het koersen en ik ben gevallen. Ah, gevallen. Schoon, zo. En heeft de verpleegster Floor dat niet mooi gedaan, zo? Nee. Allee, merci dan. Oh, hallo, we laten hangen, hè? Nee. Hey, dit ziet er weer heel mooi uit. Ik heb dus, zoals je net hebt kunnen zien, geoefend op de praktijk van EHBO. Ik heb zo op mijn broer gereanimeerd, zo nep. Zoals bij een volwassene, bij een kind, bij een baby. En dan heb ik ook nog van alle zwartelhandelingen gedaan. Zoals, ik zal het eventjes vertellen. Wat ik gedaan heb, ik heb een kruisverband gedaan aan de hand, aan de voet. Een scharnierverband aan de elleboog. Een draagdoek aan de hand, en aan de voet en aan de arm. En dan heb ik ook nog een driehoeksverband over de schouders en schuine draagdoek. Over schouders. En nu heb ik nooit gedaan. Nee, voor de rest. Allee, dat was het ongeveer. Voor de rest, ja, nu is het 7:45. Dus ofwel ga ik nog even door met EHBO. Ofwel ga ik nu al een stukje vloggen. Of aan. Ik weet niet zo goed wat ik nu kan eigenlijk. Ik heb wel redelijk wat gedaan vandaag. Ik denk dat ik nog. Wacht, hè. Schokken en stop. Is dat veel? Grote. Waar staat dat? Hier, wacht hè. De hoogte zijn drie bladzijden. En dan schokken en stuipen nog. Hyperventilatie, ja. Verslikking is ook niet zo heel veel. Maar vergiftiging is wel nog heel veel. En diabetes is ook niet meer zoveel. Dus ik denk dat ik gewoon nu nog beroerte en schokken en stuipen ga doen. En dan nog even verder zien wat ik daar ga doen. En dan daarna ga ik denk stoppen voor vandaag, want ik heb echt geen zin meer. Ik heb gewoon echt geen zin meer. En dan ga ik de vlog bewerken. Eventueel nog even iets doen voor wetenschappelijke bronnen, een artikel opzoeken of zo. Maar voor de rest niet meer veel, denk ik. Oké, ja. Zo, bij deze was dit de vlog voor vandaag. Vergeet zeker niet te abonneren en ook zeker een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie heel graag morgen. Dag!